Vandaag niet stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar voor het referendum op het gebied van de wet op de inlichting en veiligheidsdienst, de nieuwe. Ja. Wat is het geworden in het stemhokje, ja of nee? Voor. Met de stempas in de hand, meneer. En wat gaat het worden, voor of tegen? Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. U noemt het al sleepwet. Gaat het voor of tegen worden? Tegen. Want, bang voor de privacy? Dat ook. En ik verdenk hoor, ik vind dat het... inderdaad niet nodig is dat alles via de kabel afgetapt kan worden en dat er hackers tussen derden kunnen komen, zou ik maar zeggen. Dus bij gewone mensen dat ze dan ook gewoon in kunnen breken op de computers en dan eventueel mensen via iemand anders op kunnen pakken. Wat gaat het voor u worden, ja of nee? Dat weet ik nog niet, maar even kijken. Tegen. U heeft tegengestemd en waarom? Omdat ik gewoon deze regering niet vertrouw. Nou, ik ben op zich niet helemaal tegen de wet, want ik ben ermee eens dat we een nieuwe wet nodig hebben. Maar vooral het sleepwetgedeelte, sleepnetgedeelte, ben ik op tegen. Waarom? Dat houdt in dat ze dus eigenlijk mensen bij een verdachte daaromheen ook kunnen aftappen en kunnen afluisteren en kunnen afdigitaliseren. En daar ben ik op tegen. Wat gaat het voor u worden? Ik heb... Niks om me voor te schamen, dus ik stem voor.